Hoi en wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tjikkers en ik leer je alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi zomerstuk maken. We gaan wat meer richting de zomer, dus dan is het natuurlijk ook leuk om daar iets passends bij te maken. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren is helemaal gratis, dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En er komen heel veel leuke DIY pakketten aan. Dus we gaan gauw aan de slag. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. En we gaan gauw beginnen. Heb je iets gemaakt naar aanleiding van mijn video's, kan je dat delen op Facebook of Instagram. Daar kan je me trouwens ook volgen, daar deel ik nog veel meer. Maar dan maak je ook nog elke maand kans op een cadeau rond de waarde van 15 euro. Dat is natuurlijk super leuk. Goed, dan gaan we nu gauw beginnen. Ik heb hier allereerst een hele mooie schaal. En dit is een schelp, dus we gaan vandaag een schelp opmaken. Heel erg mooi. De binnenkant is ook mooi, maar aan de buitenkant is een beetje zilvercrème. En in die kleurtinten gaan we hem opmaken. Ik doe er allereerst even wat folie onderin, zodat hij niet doorlekt. Heel belangrijk, want dan hou je de schaal mooi, kun je hem elke keer weer gebruiken. En daarin doe ik wat oase. Ik heb het steekschuim al nat gemaakt. Ik heb het vol laten lopen. Let goed op dat je het steekschuim nooit helemaal onder water duwt. Dat je hem gewoon eventjes in een emmer zelf vol laat zuigen. Overige plastic snij ik er even af. Of knip je er even af. Net wat je prettiger vindt. De schaal loopt iets omhoog. Dus dat is mooi makkelijk. En dan snij ik de zijkantjes even goed weg. Zodat je er makkelijk straks in weg kan steken. Hij is nu nog net iets te hoog, dus ik hou iets van de hoogte af. Zo. De plastic kan je straks nog verder erin steken. Ik vind het mooi om hem in dezelfde tinten als de onderkant op te maken. En daarnaast let ik er goed op dat ik de vorm blijf volgen. Hij heeft een wat aparte vorm en die hou ik ook echt aan. Dus daarin steek ik echt binnenin. Zo hou je hem mooi, mooi compact en krijg je echt die vorm van een schelp. Ik begin daar eerst met Lysiantus. En afhankelijk van hoeveel knoppen jouw Lysiantus heeft, verdeel je dit in jouw stuk. Ik snij alles goed schuin aan, is altijd erg belangrijk. En ik begin met de buitenzijde te vullen, want dan weet je goed hoe je die vorm moet volgen. En vanaf daar ga ik weer over naar boven en naar het midden. Dus eigenlijk is het heel makkelijk, je volgt gewoon de vorm van de schaal. En je zorgt dat je er niet te ver buiten werkt. Dan werk ik ook langzaam naar boven en dit doe ik mooi compact. Ik heb nog wat knopjes over, die doe ik er ook gewoon bij tussen. Deel ik een beetje. En zoals je ziet heb ik hem dan mooi verdeeld. Dan gebruik ik wat gipskruid en dit verwerk ik heel kort. Ik gebruik dus echt de zijtakjes en die verdeel ik op dezelfde manier er ook bij tussen. Het geeft gelijk een lief effect en vind ik goed bij het sfeertje passen van deze schelp. Als het nodig is duw je het plastic even iets naar beneden. En ook hierin blijf ik gewoon de vorm van de schaal volgen. Dan heb ik mooie witte anjes en ook deze stop ik er mooi compact in. Die verdeel ik ook mooi in het stuk. En doordat je hem zo compact steekt, is het stuk ook gelijk mooi sterk. En dan heb ik wat mooie statiezen. Daardoor doe ik hetzelfde. Thank you.
En dan heb ik Scabiosa. En die verdeel ik ook mooi bij tussen. En dat vind ik er even heel mooi bij tussen, want hij breekt even het witte. En ik vind hem mooi bij het sfeertje passen. Let goed op de verdeling. En ik heb nog wat duizend schoon en ook deze stop ik erbij tussen. En deze breekt ook de kleur weer een beetje. Wat kleine takjes over. Ik gooi eigenlijk nooit echt wat weg, dus stop ik er gewoon bij tussen. En blijf dus die vorm van de schelp aanhouden. Een klein stukje. Goed, dan heb ik hier in het thema schelpen een hele mooie schelpenslinger. En die heb ik in zwart en wit. Heb je nou een interieur met veel zwart erin, kan je het zwart blijven gebruiken. Dan kan je hem dus om en om doen. Maar wat je ook kan doen is alleen het witte. Dat is net wat je zelf mooier vindt. Ik haal het touwtje er even helemaal af. En dan zit er een gaatje in. Er zit een klein visdraadje door, die haal ik er gewoon af. En dan zie je dat er een klein gaatje in zit. En daarin gaan we vastzetten met een krammetje en dan rechtop. En daardoor maak je het stuk heel erg apart. Ik haal een krammetje gewoon door het gaatje en daarmee zet ik hem er vast tussen. En ik doe dat her en der, maar je kan bijvoorbeeld ook een rechte lijn maken naast elkaar. Daarin kan je zelf je eigen stijl geven. Ik let even op waar ik nog een beetje gaatjes heb, daar kan je hem eventueel ook gewoon opvullen. En ik vind het echt geweldig leuk hoe je dit zo speels apart maakt. Ik heb toevallig hier eentje en die heeft geen gaatje meer. Het is natuurlijk een natuurlijk product. Dan kan je hem er ook eventueel gewoon iets verder zo in steken. Dat lijkt in het stuk. Daarmee breek je hem helemaal. En maak je het stuk helemaal apart. En wat ook één geheel met de ondergrond. Zo heb je een prachtig mooi bloemstuk. Ik heb nog wat materiaaltjes over. Die stop ik er nog bij tussen op de plekken waar ik nog gaatjes heb. Maar zoals je ziet is die al bijna helemaal goed gevuld. Let goed op dat je de randjes goed meeneemt. Je kan eventueel de zwarte kleur erbij toevoegen mocht je dat leuk vinden. Het geeft wel echt een heel leuk effect. Ik kan het wel even aan jullie laten zien hoe dat er dan uitziet. Dan maak je hem wat stoerder. Zwarte erbij in krijg je gelijk een heel stoere en wat harde effect in het stuk. En haal je het alleen in het wit, dan blijft hij wat liever. Dus het is net wat je zelf mooier vindt. Het is echt, ja, het kan allebei heel erg goed en het is allebei heel passend. Goed, dan hoop ik dat jullie weer een leuke video vonden. Wil je dit pakket nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, dan vind je het onder kopje cursuspakketten. En dan hoop ik dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Het abonneren is dus gratis en blijf toch van alle leuke video's die ik maak. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie jullie bij de volgende keer weer. Doei!